Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie mijn favoriete producten van januari laten zien. Dit is de buiten, het is echt heel erg veel. Dus ik ga gewoon snel beginnen met de producten te laten zien die ik fijn vond. Ik had deze maand geen niet fijne producten, dus ja, vandaar dat het een hele volle editie is. Maar ben jij benieuwd welke producten ik heel erg fijn vond? Zou ik zeggen, kijk gezellig even mee met deze video. Ik begin even met twee oogschaduwpalettes die bovenop liggen. Het zijn heel veel oogschaduwpalettes deze keer. Deze zijn van Essence. Allereerst heb ik hier Give Me My Crown Eyeshadow Palette. Hier zitten 18 kleuren in. Dit is een palette met champagne en roze kleuren. Op de achterkant zie je ook al een beetje van de afbeelding. Deze komen ook nog uit de Sister Love collectie. Die misschien nog in de uitverkoopbakken liggen, maar eigenlijk niet meer te koop zijn. Maar ik heb toch nog de collectie wat ik nog had liggen gereviewd. Dus ook in de video van volgende maand zul je hier nog een paar producten van zien terugkomen. Ik vind het paletten heel leuk vormgegeven. Kleine kroontjes erop in het goud. Mooi glanzend. De paletten zijn allemaal gemaakt van stevig karton. En hebben gewoon een soort magneetsluiting. Allereerst zitten hier ook weer hele leuke stickertjes in. Dat ik gewoon echt wel een leuke toevoeging vind aan paletten. Dan zijn dit de kleuren. Je hebt matte en shimmer kleuren. Een grote spiegel. En dit zijn de kleuren. En ja, ik vond de kleuren er heel erg mooi uitzien. Omdat het gewoon wat zachtere kleuren zijn. Maar je kunt er evengoed wel hele mooie ooglooks mee creëren. Er staan hier en daar ook een kroontje in. De oogschaduwkleuren. Maar ja, ik vind het leuk dat het een palet is wat ook heel erg is afgestemd door de matte en shimmer kleuren. En het pigment was gewoon heel erg goed. Dus dat was deze. En daarvan heb ik ook nog een ander palet. Ik zal deze even terug doen. En dat is het Be Royal Not Cute oogschaduwpaletten. Mooi met glitters. Ook weer op de achterkant al de kleuren. In dit palet zit de gold en berry kleuren. Nou, ik word gewoon heel erg blij als ik dit palet gewoon al zie. Het voelt heel lekker aan zo met die glitters. Gewoon super leuk. Ook hier hebben we weer een stickertje. Stickervelletje. Super leuk. Hier en daar wat diamantjes. Echt heel erg leuk gedaan. Nou, dit is eigenlijk hetzelfde als bij dit andere palet. Matte en shimmer kleuren, maar wel heel erg verschillend. Heel veel paars, zoals je kan zien. Dat lijkt dus tot een berry en... ja, natuurlijk ook wat lichtere kleuren. Verschillende ooglooks mee te creëren. En gewoon, ja, heel erg leuk. Mooie pigmentatie. En gewoon leuk dat er wat meer variatie mee mogelijk is. Ik vind wel bij dit soort paletten, het moeten je kleuren zijn. Je moet wel een beetje durven spelen met kleuren. Maar ik vind dat zelf niet zo erg. Dus daarom vond ik deze beide paletten gewoon heel erg fijn. Dan heb ik van Max & More een bronzing powder. Er staat ook highlight bij, dat heb ik zelf niet gezien. Ik heb deze in de kleur 166 Brilliant Bronze. En dit is gewoon een bronzer van de Action uiteraard. Dit is een doosje, past ook helemaal bij Max & More. Er zit een grote pen in en de kleur komt vrij donker over. Hij had zelf nog iets donkerder mogen zijn van mij, maar ik vond hem echt heel erg mooi. Je kunt er heel erg mooi mee contouren ook. Je ziet wel een hele lichte shimmer erin zitten en dat heeft dan weer dat highlight effect. Maar ik vond dit wel een hele mooie bronzer. Ja, vooral ook als je een keer een low budget look wilt maken, is dit gewoon heel erg leuk. En ik vind het leuk dat Action ook gewoon steeds meer losse producten krijgt. Voorheen was dat toch wel anders, maar tegenwoordig heeft Max & More eigenlijk best wel een uitgebreid assortiment gekregen. Waardoor er ook steeds meer nieuwe producten bij komen. En eigenlijk ontbrak een bronzer nog heel erg. Er zat in het... in de adventkalender van 2018 zat een bronzer, maar ik had ze daarna eigenlijk nooit meer gezien, zeg maar, in de winkel. En toen een tijdje terug hadden ze ze eindelijk. Dus echt een hele fijne low budget bronzer die ook echt een goede pigmentatie geeft. Dan heb ik een lippalette van Catrice. Dit is het Lip Artist Pro palette. Dit palette heeft de naam 010 Individual Lip. En met dit paletten kun je dus ook mengen, want er zit dus echt ook een mixing zone in. Het mengen kun je doen met de kleuren blauw, geel, rood, zwart en wit.
En hier staat dan ook een kleine tutorial hoe je dat mengen kunt doen. Ik heb dit persoonlijk niet gedaan. Omdat ik dacht, ja, ik weet niet of ik dat echt wil gaan doen. Maar het kan dus wel. Er zit ook een kwastje bij. Ik gebruik dit zelf niet, maar het zou kunnen. En dan zijn dit de kleuren. Niet alle kleuren vind ik even geschikt voor mij, maar die kun je dus mengen. Maar ik vind het wel een hele fijne structuur. Normaal ben ik niet heel groot fan van lippaletten, maar bij deze was de structuur heel fijn. Waardoor je heel makkelijk erin kon dippen en gewoon heel makkelijk het product kon aanbrengen. Het voelde ook echt smeuïg aan. En het bleef ook nog best wel lang op zijn plek zitten. En je kunt de kleur gewoon heel erg opbouwen. Dus dat vond ik wel heel fijn. Dus dit was eigenlijk een van de eerste Lip Artist Pro palettes waarvan ik dacht, ja, dit vind ik echt een heel fijne palette. Dus dat is deze van Catrice. Dan heb ik een matte base concealer van Revolution. En dit is een concealer stick. Ook dit is bij mij altijd een beetje een haat-liefdesverhouding. Concealer sticks en ik zijn niet de allerbeste vrienden. Omdat het vaak, vind ik de structuur niet zo heel erg fijn. Maar vond ik de structuur wel heel erg fijn. Ik heb hem in de kleur C01. Er zit een stickertje op. Maar hij heeft er een beetje moeite mee. Ik vind het, de verpakking heel mooi vormgegeven. En ja, het is een heel erg mooie concealer. En het is een hele fijne, smeuïge structuur van de stick. Dus dat vond ik echt heel erg fijn. Ik heb wel eens sticks gehad die gewoon bijna geen pigment afgaven. Maar deze was echt heel erg fijn. Blende ook heel fijn in. En dat vond ik echt heel erg top. Want dat is voor mij best wel belangrijk. Dat een concealer ook fijn inblendt. En dat had deze van Revolution absoluut. Dus dit vind ik echt een aanrader. Oké, door naar het volgende product. Ik heb heel veel oogschaduwproducten. Dus ik ga het een beetje doseren proberen. Ik heb hier een oogschaduwpalette van Essence. En deze komt uit de Magic Mystical Me collectie. Is dit oogschaduwpaletten super mooi vormgegeven. Wacht even hoor. En dat ziet er heel mooi uit. Het heeft de naam 01 Little Black Magic. Het heeft een soort van stoffen kant. En dat vond ik echt heel erg leuk. Het werkt eigenlijk, je maakt hem zo open met een magneetje. En dan zijn dit de kleuren. Ze zijn wel heel poederig. Wat misschien leuk was geweest is als er een spiegeltje in had gezeten. Maar dat past waarschijnlijk niet bij dit paletten. Hele mooie kleuren met een hele goede pigmentatie. Je hebt een aantal shine kleuren en een aantal matte kleuren. Nou, aan het dip gebruik van mij kun je al zien hoe goed het werkt. Want als een palet er zo uitziet, dan is de pigmentatie vaak heel erg goed. En dat was van deze ook echt wel. Ik vind het leuk dat je vooral wat zachtere kleuren hiermee kunt creëren. Het zijn niet de hele felle kleuren die je misschien normaal gewend bent. Maar ja, deze die gaf heel veel matte. Gecombineerd met finishkleuren, maar ook wel echt wat zachtere ooglooks. En dat vind ik ook wel leuk. Echt een heel erg leuk palette. Wat ik wel heel erg jammer vond bij deze collectie was eigenlijk het oogschaduwpaletten. Het enige palette is wat echt een gebruiksvoorwerp was. De rest vond ik niet heel erg bijzonder, maar dit palette vond ik wel heel erg tof. Dan heb ik een limited editie van Catrice. En dit was de Glitterholic collectie. Hele mooie collectie. En allereerst heb ik hier een highlight palet van. Kijk die glitters. Ik ga er zo goed op. Ik vind dit zo prachtig. Heel erg mooi paletten met drie kleuren erin. Hij heeft verder geen naam. Het is gewoon het highlight trio. Nou, als je hem openmaakt, dan heb je highlights in de vorm van een diamant. Hoe leuk is dit? Er zit ook nog een spiegeltje in. Hele mooie highlights. Dus echt, de pigment was echt super mooi. Ik vond ze alle drie even goed. Ook hier zie je weer heel goed het feit waar ik getipt heb. Echt hele mooie paletten gewoon. Ja, de pigmentatie was heel erg goed. Ik was zo verrast door dit paletten. En gewoon sowieso die hele collectie, weet je. Want het uitzicht is gewoon prachtig. Dat was het highlighter trio. Dan heb ik daarvan ook twee oogschaduwpaletten. En die zien er eigenlijk precies hetzelfde uit. Allebei zo, alleen ze hebben een andere naam. Maar het uiterlijk is hetzelfde. En dat sluit dan weer mooi aan bij dat highlighter trio. Allereerst heb ik hier het paletten C01 Showstopper.
En daar zitten deze kleuren in. Weer de combinatie van mat en een shimmer. Mooie kleuren, 9 kleuren die goed bij elkaar aangesloten zijn. Ja, ik kon hier hele mooie ooglooks mee maken. Het palet ziet er niet zo heel erg mooi meer uit. Dat is eigenlijk niet mijn specialiteit. Maar ook leuk een glittertje erin. Zo'n goede pigmentatie. Ik was sinds tijden weer heel erg verrast door een limited editie. Dus dat was allereerst de nummer 1. Dan heb ik ook de nummer 2. En dat is de C02 Zofan. En deze heeft dan net weer wat andere tinten, maar ook weer prachtig. Meer oranje, maar echt zo'n goede pigmentatie. Ik vond het echt geweldig. Ik vond het ook echt heel erg leuk om hier ooglooks mee te creëren. Het glitterkleurtje is meer een soort van smeerbaar kleurtje. Dus die brengt niet zo fijn aan op een kwast, maar met je vinger ging dat heel goed. Dus vandaar dat hij er ook een beetje raar uitziet. Maar het had echt een, het was niet echt oogschuim. Het had meer een beetje een structuur waar ook een beetje meer vloeibaar, zeg maar. Maar echt twee prachtige oogschuimpalettes. Er zit hier een kat nu aan die glitters te likken. Laten we dat even niet doen. En ook nog uit die collectie heb ik 3 prachtige lipsticks. Dat zijn deze. Kijk alleen die verpakking al. Ik ga hier zo lekker op. Ik heb hier allereerst de C01 Flashlight. Dit is lipsticks met een kleine glitter erin. Deze kleur vond ik misschien van allemaal de iets mindere kleur. Omdat die andere, dat zijn meer rood tinten, daar hou ik van. Maar evengoed bracht hij wel heel fijn aan. Zag hem heel mooi terug. De reviews staan overigens op mijn blog. Dus ben je nou benieuwd hoe die kleuren er echt uitzien op beeld? Kijk dan even op mijn blog en zoek eventjes op deze collectie. Dan heb ik ook nog de C02 en dat is de Dazzle Drama. Ja, daar gaan we dan. Rood. I love it. Echt prachtig. Ga hem even iets bijstellen. Hele mooie kleur ook. Echt heel goed gepigmenteerd. Bleef ook echt heel goed zitten. Dat is voor mij ook altijd wel een pluspunt. De laatste, dat is C03 Dazzle Light. Ja, een beetje rood-paarsachtig kleurtje, maar ook wederom echt prachtig. Heel erg mooi. Echt hele mooie lipsticks. Leuk die glitter erin. Ik hou daar wel van. Dan heb ik... Ja, we moeten een beetje de diversiteit erin houden. Dat ik niet alle merken achter elkaar doe. Een poeder van Revolution, dat is deze. En dit is de matte base powder in P1. Dus dat is dezelfde kleur ook die ik had. Nee, dit is C1. Dit is P1. Heel mooi palet, een mooi vormgegeven met die gouden randen. Lekker groot paletten om in te dippen. Een lekker grote pen. Maar echt een hele fijne poeder. De kleur paste goed bij mijn gezicht. Dat is altijd een beetje gokken. Omdat ik de laatste tijd best wel veel gebruik maak van transparante poeders. Maar deze was echt wel heel erg goed. Leuk dat het logo van Revolution er ook in staat. Een hele fijne poeder die je gewoon lekker kan aanbrengen over je gezicht. En die je gezicht ook lekker matteert. Dus dat vind ik altijd wel heel erg prettig. Dan heb ik weer een palette van Essence. En dat is het You Are Gold Highlighter palette met 6 kleuren. Echt ook weer zo'n fantastisch palette. Ook weer met een stickervel. Komt ook weer uit die Sister Love collectie. Het palette. Ik word hier zo blij van. Echt. Oké, het stickervelletje wat erin zit. Super leuk. Heel veel leuke stickers. Ik vind het echt een leuke toevoeging. En dan is hier het palette. 6 grote pens om lekker in te dippen. De roze vond ik zelf iets minder, omdat dat niet echt een kleur is die ik snel gebruik als highlighter. Maar die zou je ook als blush kunnen gebruiken. De andere kleuren vond ik echt top. Goede pigmentatie, zagen er super mooi uit. Je kon er gewoon echt mooie looks mee creëren met een highlighter. Ja, een highlighter mag bij mij gewoon echt niet ontbreken in een look. Echt een heel erg mooi palet. Die roze had er op zich voor mij niet ingehoeven. Maar ja, als je daar wel van houdt, is het wel leuk natuurlijk dat ze wat variatie aanbrengen. En ik vind het fijn dat deze palettes ook allemaal een grote spiegel binnenin hebben. Dat vind ik zelf wel een groot pluspunt. Dan heb ik een nagellakje van Catrice. Deze komt eigenlijk nog uit de Travel Icon Nails collectie. Deze vond ik echt heel fijn.
Dit is namelijk een best wel licht kleurtje, maar het blijft ook echt heel erg mooi zitten. Allereerst heb ik deze kleur. Dit is de basiskleur. Dit is de 51 Easy Pink Easy Go. Mooi kleurtje weer met die dubbele dop. Het is echt wel een heel erg licht kleurtje. Dus ik vind het wel heel erg leuk om dan die tweede kleur er ook overheen aan te brengen. Omdat het gewoon net wat extra geeft. Net een extra glittertje. Want als ik deze los zou dragen, zou ik het te naturel vinden. Maar in combinatie met deze is het dan weer heel erg leuk. En dit is dan de C05 Skies Wrappers in Dubai. Er staat dan ook iets van Dubai op. Nou, dat is voor mij niet bekend. Maar heel erg mooi oog of lip. Heel erg mooi nagellakje. Echt een hele goede combi. Bleef goed zitten en dat vind ik dan weer top. Want dat heb ik de laatste tijd best wel... blijft het goed zitten of niet? Kijk, momenteel ben ik weer aan de gel lak. En dat blijft gewoon een hele week goed zitten. Maar met gewone nagellak is dat gewoon altijd een dingetje. Maar deze waren wel echt heel erg mooi. Dan heb ik van Essence een Hydrating and Perfecting Primer met SPF 20. Dat is deze... ik heb een beetje troubles met de camera vandaag. Kijk, dat is deze. En dit is een primer in een flesje. Je moet hem goed schudden voor gebruik. Hele mooie primer. Die dus een pipetvormpje heeft. Waardoor je hem kan verdelen. Ik ben hier zelf nog steeds wel zoekende mee. Want ik moet zeggen, ja, pipetprimers en ik zijn gewoon nog steeds niet een hele goede combinatie. Ik heb het liever in een flesje of in een flesje, bedoel ik, in een tubetje of zo zitten. Maar ik vond het wel een hele fijne primer. Hij voelde echt heel erg fijn aan op mijn gezicht. Ik voelde gelijk ook echt dat hij heel erg lekker verzorgde. En dat vind ik altijd wel heel erg fijn. Dus deze primer was ook gewoon weer echt een toppertje. Echt een aanrader. Hele fijne primer. Dan heb ik van Catrice een anti-shine fixing spray. Vond ik wel een hele fijne. Dan gaan we even inzoomen op deze. En dat is deze fixing spray. Heel fijn. Heeft een hele mooie matte finish. Rook ook ja, niet vies. Gewoon best wel aangenaam. Echt een hele mooie primer met ook een fijne spray erop. Waardoor je niet al te veel van je product verspreidt. En ja, ik vond het echt wel een hele fijne spray die gewoon mijn gezicht mooi matteerde en een mooie matte finish gaf. En ja, echt wel anti-shine gaf. Dan heb ik twee Perfect Shine lipsticks van Essence. En dat zijn deze. Hele mooie. Gaan we scherp stellen. Lipsticks. Ik heb ze in de kleur 02 en 03. Heeft hij dan ook een naam? Jazeker. 02 is Perfect Day. Dat is dit kleurtje. Heel mooi. Heel erg fijn. Een beetje wel wat zachter, maar wel heel erg mooi. En dan heb ik de 03. En dat is de Perfect Romance. Dat is meer weer een beetje een rood kleurtje. Maar jullie weten inmiddels dat ik heel erg van rood hou. Hele fijne lipsticks die gewoon goed blijven zitten. Goed op zijn plek blijven zitten. Die echt wel heel erg fijn aanvoelen ook op mijn lippen. En ik vind de verpakkingen ook gewoon geweldig met dat roze roze. Dus ja, echt super fijne lipsticks. Misschien dat ik er nog wel eens wat meer wil toevoegen aan mijn stash. Omdat ik ze gewoon echt heel fijn in gebruik vind. Dan heb ik nog een palette van Catrice en dat is het Golden Rose palette. Ook weer uit Sister Love. Hier zitten 30 kleuren in, dus dat is wel een groot palette. Nou, laten we beginnen met het stickervelletje. Dat Don't Touch My Phone, dat deed het wel voor mij. Dat vond ik echt geweldig. Echt prachtig. Leuk stickervelletje. Dit zijn de kleuren. En dit palette... stond dat er ook eigenlijk op. Bevat vooral champagne en taupe kleuren. Dat zie je ook. Ik heb hier wat donkerdere ooglooks meegemaakt. En ook dat ging echt per geweldig. Je ziet weer die kroontjes hier en daar zitten. Echt een heel erg mooi palette ook. Ja, die pigmentatie is gewoon heel erg goed. Ze hebben dit gewoon heel erg goed gedaan. Alleen, ja, de kleuren moeten gewoon bij je passen. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om te variëren. En
ja, gewoon aan de gang te gaan met meerdere oogschaduwkleuren. Dus voor mij komt het heel erg goed van pas. Dus ja, ook dit palet vond ik gewoon geweldig. Omdat hij een goede pigmentatie had. En ook wel wat donkere kleuren had. Waar ik persoonlijk dan wel weer van houd. Dan ben ik toe aan de twee laatste producten. En dat zijn ook weer matte lipkits van Revolution. Dat zijn deze lipkits. Ik heb ze in de kleur New Improved. Nee, dat is niet de kleur. Regal. En wat zit er nou in dit? Er zit dus een liplinertje in. Even gaan inzoomen. Zo, deze. En er zit dan een matte liquid lipstick bij. Het is wel een potlood wat je moet slijpen. Wat ik een beetje vervelend vind. Omdat het best wel een dikke grootte heeft. Waardoor ik niet weet hoe ik deze heel goed ga kunnen slijpen. Maar oké, dat neem ik dan wel voor lief. En de tweede, dit is dan de liquid lipstick. En die blijft heel goed zitten. Het is wel een beetje een oranje kleurtje. Dit is de applicator. Maar het brengt wel heel erg fijn aan. Het blijft goed op zijn plek zitten. Ik vond het resultaat zelf gewoon heel erg mooi. En ja, ik ben dat zelf niet zo gewend. De lipkits maken wel weer meer opwachting. Maar het is wel weer meer iets van een paar jaar geleden. Dus ik vind het wel. Ik vind het echt een hele fijne lipkits. En dan heb ik hem natuurlijk nog een kleurtje. En dit is Grande. Meer een roze kleurtje. Nou, het is hetzelfde. Meer roze-achtig. Echt heel erg mooi. En ook de lipliner. Dus dat is precies hetzelfde als bij die andere. Maar wel ook weer hele fijne producten die heel goed blijven zitten. En dat is voor mij toch altijd wel een, ja, echt een ding. Dat een lipstick goed op zijn plek moet blijven zitten. Dat hij het liefst een hele dag kan blijven zitten. En het liefst ook nog niet afgeeft. Het eraf halen van deze lipsticks vond ik wel een beetje een dingetje. Want ik vind wel dat bij dit soort matte lipproducten mijn lippen wat meer uitdrogen. Dus ik raad dan altijd wel aan om even daarna eventjes een lekkere vette lippenbalsem op te doen. Zodat die lippen weer even wat gehydrateerd worden. Maar ik vond het wel echt twee hele fijne en mooie kitjes. Dan waren dit al mijn favoriete producten van januari. Ik vond het best wel veel. Ik vind het ook wel weer heel erg leuk dat ik nu alles in mijn stash kan stoppen. Want dan kan ik het ook gewoon weer gaan gebruiken. Omdat alles als ik het in het bakje stop, omdat ik weet dat dit hier video van moet komen, dan raak ik ze ook echt een maand niet aan. Omdat ik denk van anders dan vergeet ik misschien dat ze weer terug in het bakje moeten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie misschien een van deze producten al eens hebben getest. Of dat misschien je interesse is aangewakkerd naar een van deze producten. Er zaten dus een paar limited producten bij. Sommige zullen misschien nog te koop zijn. En sommige vind je misschien nog in een salebak. En anders ja, zijn die niet meer te koop. Ik heb ook wel eens gedacht, is het misschien wel handig om dit soort producten in video's te laten zien. Maar ik kies er toch voor om het te doen. Omdat ik gewoon wel meer eerlijk mijn mening erover wil geven. Maar als je mijn blog ook volgt, dan weet je wat er ongeveer online komt. Dus dan weet je ook al een beetje wat ik ervan vind natuurlijk. En voor de beelden kun je dus altijd even op mijn blog kijken. Ik heb mijn mandje weer leeg voor de volgende producten. Want die staan alweer te wachten om erin te gaan. Ik wil je voor nu in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als je deze video leuk vond, doe even je duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Maar ook op mijn kanaal zelf. En dan kun je ook het belletje aanzetten. Zodat je gelijk een melding krijgt zodra er een nieuwe video van mij voorbij komt. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doeg!